Een hele goede morgen. Het is voor QC. En leuk dat jullie kijken weer naar een nieuwe vlog. Vandaag gaan wij op zoek naar mijn nek. Nee, dat valt op zich wel mee, man. Maar nog niet opgestaan. Wel van plan om op te staan. Dus gisteren voordat ik ging slapen, belde ik een vriend van me. Dus ik zei, weet je, einde van de maand is het dus Champions League finale. Is in Parijs, met de auto bereikbaar, nog nooit gepakt. Waarom niet? En toen zei ik, weet je wat, laat me die tickets checken. Jongens, schrik niet. Boah. Kijk eens, dit zijn dus de prijzen. Dit is toch absurd. En besef, niet eens voor 2 tickets. 1 ticket. €4.250. Is absurd. Mijn hoofd kan er niet bij. Wat krijg je erbij? Mag je slapen in de spelerskamer? Wat? Is toch niet normaal? Is toch niet normaal, man? Dat de tickets duurder zijn als verwacht, oké. Maar €4.200, absurd. En dan mag je blij zijn als je net achter een paal zit. Ik ging verder kijken. Je ziet tickets van 17.000 ertussen. Nee, joh. Doe maar niet. Doe maar niet. Ik kijk gewoon lekker thuis op de bank. Bespaar me wat. Kan ik weer mijn hypotheek betalen? Oh man, het wordt tijd om op te staan. Dus ik kom beneden en ik hoor herrie in mijn tuin. Ik denk, wie de fuck is er bezig in mijn tuin? Maar, kijk eens. Er zijn, oh man, heel mijn tuin ligt open. Mijn tuin wordt nog niet gedaan. Maar ze gaan, als je daar ziet, zie je daar dat ze bezig zijn. En ik weet niet precies wat ze aan het doen zijn. Maar er gaat dus glasvezel gelegd worden hier in de straat. En ze zijn overal bezig. Dus mooi. Dus mijn tuin moet ook nog steeds gedaan worden. En zoals jullie zien liggen hier alle tegels. Maar de persoon die dat heeft moeten doen, heeft nooit meer iets van zich laten horen. Dus ik dacht in eerste instantie, de man waarmee ik ooit de afspraak heb gemaakt die mijn tuin zou doen, dat hij misschien is begonnen. Maar dat was een droom te mooi om waar te zijn, want dat is niet gebeurd. De man is nooit meer komen opdagen. Maar zoals jullie zien, alle tegels liggen nog hier. Dus dit moet nog steeds gedaan worden. Als er iemand toevallig is die tuinen legt en zo, hoeft niet gratis, dat boeit mij niet. Connect mij, maken we er iets moois van. Let's go. Over tuinen gesproken. Kijk, hier hebben we dan de serre. Maar hier de tuin. Was dat? Was even de flex met de serre, hoor. Dus ik kon ook gewoon hier beginnen, hè. Ah, man, dit was een per ongeluk flex. Maar ja, over de tuin gesproken. Qua huis binnen zijn we bijna een soort van klaar. Alleen het zijn nog de tuinen. Vooral de voortuin. Maar de achtertuin wil ik toch ook iets anders gaan hebben, want het is wel mooi of zo. Maar ik zat te denken van ja, als je zeg maar deze soort van grote plantenbak weg zou doen, dan kan je de grasmat, dan zou je die grasmat kunnen opschuiven en hier zie je zeg maar een verlaging, maar dat zou ik zeg maar helemaal recht trekken, waardoor je gewoon meer ruimte hebt. Of ben ik gek? Volgens mij maakt de tuin alleen maar groter. Dus verder ben ik eigenlijk zo goed als klaar. Mijn game room wordt binnenkort echt helemaal gedaan, die krijgt echt een mooie look. Dan de administratieruimte gaat nog wat aan veranderen, maar verder, prima man. Anders ik geniet van dit huis. Ik geniet echt van dit huis, man. Ik ben er trots op, man. Gewoon van het kleine huisje waar de vlogs allemaal zijn begonnen. Je weet wel, het huis waarvan ik 3 jaar op de bank heb geslapen, zodat mijn dochter een kamer had. En dan naar dit. Het tussenhuis was particulier huur, maar nu is het gewoon mijn eerste echte gekocht huis. En ik ben zo trots als een pauw. Hoi, chef kok. Doezie, wat is dit allemaal? Janus. Ga iets lekkers maken voor papa en mama. Mama. Wat ik wou zeggen, dat is dus de reden waarom jullie overwandjes waarschijnlijk in mijn tuin zagen liggen. Ja, kids. Ik ben even lekker gedoucht. Haakjes zitten weer goed. Ik had de perfecte planning. Ik dacht van, ik moet nog weg, ik moet nog wat spulletjes halen. Dus ik denk van, weet je wat, ik ga lekker de auto pakken. Maar nee, dus niet. Kijk, zoals jullie... Hey, goeiedag. Die keek me gewoon even aan, die gozer. Hij ziet me hier met zo'n cameraatje staan, zeg maar. Hij denkt, wat is die gek aan het doen? In ieder geval, zoals jullie zien, ligt heel de straat open en mijn auto staat daar geparkeerd. En waarschijnlijk moest ik hem gisteren al van mijn oprit afhalen. Niet gedaan, niet over nagedacht. En ja, nu zitten we dus met dit probleem. Ik heb ook weer niet volle haast, maar het had handig geweest als ik weg kon gaan. It is what it is. Yeah. Dit is nog die Mikey, Dave. Wat ben je allemaal aan het doen? Je kan toch geen zand gaan opzuigen, Jer? Nou, zoals jullie zien is de straat weer helemaal dicht. Dus dat betekent dat we kunnen bewegen. En beter gezegd, ik heb al bewogen. Zou ik wel eens meer maken. Ik hoor niet jullie al denken, laat mij met rust. Maar nee, ik heb in ieder geval mijn moeder even opgehaald. Die is nu met de kids thuis. En nu ben ik met Steffi in de auto en wij gaan even moven, even boodschapjes doen. Even een paar dingetjes halen. Dus zoals jullie zien ben ik hier met Steffi in de auto. En we gaan eventjes wat dingetjes halen.
En even winkelen, boodschappen doen. Ja, voor de mensen die nog geen kinderen hebben, die zullen dat niet begrijpen of niet precies weten wat het is. Wat zeurt deze auto? Oh. Voor de mensen die geen kinderen hebben, zullen die waarschijnlijk niet begrijpen wat het is. Maar weekboodschappen doen met kinderen, laat maar zitten. Niet te doen, niet te doen. Vooral niet drie. Vooral niet als je drie van die... Ja, oké, Michaela is op zich wel rustig. Jawel. Ja, dus nu kunnen we even met z'n tweeën opstappen. We kunnen ook even een hotel pakken. We kunnen gewoon op de move. Nou, dat is normaal. Lieverd, ik moest niezen. Nee. Ja, lekker hè. Wat valt je rol op? Weet je, een bouwtje weer doorheen. Oh, wat is dat toch sterk, man. Oh, jongen. Dagpatsen. Hij moet je die link maken, hè. Oh, oh. Oh, ik heb pijn. Ik heb pijn. Oh, wat zit er allemaal in de bak? Nee. Wat dan? Ja, pak een sap. Pak een sap? Oh. Gelukkig is daar de auto. Oh. Nou ja, niet zo normaal joh. Ik ben gek. Oh, weet je hoe zwaar? Oh. Oh. Hey Vee. Yo. Dat was een zware yo. Yo, hey, hoor dan. Ja, zeg het. Ik wil niet veel stoken. Maar? Steffi. Ja? Die zei, ik ga makkelijk van Vee winnen. Ja? Ja. Eigenlijk zou het wel zo moeten. Ja, maar jij kent mij. Ik ken je ook, maar weet je, dus, kijk, in de laatste periode zijn wij niet zo vaak echt dagelijks elke uur bij elkaar geweest. Ja. Jullie meer, dus. Ja, ja, zo, ja, ik ken jou 30 jaar en jou 15. Ja, de helft van mijn leven ga ik nu met haar samen. Ja, mooi toch? Dat is lang. Maar ja. Gaan we de challenge doen dan? Ja, let's go. Ja toch? Ja toch? Hier zitten we dan. We gaan de challenge doen, wie kent mij beter? En ja, ik ben benieuwd. Oké, zullen we met het makkelijker beginnen? Mijn favoriete kledingmerk. Oké, laten we maar zien. Ja, Ralph Lauren Polo. Ja, is eigenlijk allebei hetzelfde. Ja, ja, Ralph Lauren Polo, ja. Oké, dat is allebei een, even allebei een puntje. Mijn favoriete artiest. Rapartiest, eerste favoriete rapartiest. Dus niet op dit moment. Wie was mijn eerste favoriet? Rapartiest, hè? Oh, kijk eens. Dat weet ik niet eens, joh. Mijn eerste favoriete artiest. Maar je moet even goed nadenken. Wie heb ik vroeger veel geluisterd? Oh, ik ken jou misschien nog niet in die tijd, maar ik heb het wel vaak verteld, ook vaak geluisterd nog. Oh, ja. Ik wacht even. Nog niet gelijk omdraaien. Nog niet gelijk omdraaien. Oh. Ik ben echt benieuwd, Ik wil niet moeilijk doen, bro. Maar jij moet het meer van mij weten. Zeg maar, jij bent mij opgegroeid terwijl ik 6, 7 was. Met rap begon te luisteren. Ja, ik dacht iets, maar... Schrijf het op, man. Echt mijn eerste. Ja, draai me om, allebei. Ik denk maar op diep. Oh, bro. Nee. Dat je moet weten. Stel je dat goed. Toepak. Toepak. Maar Map Diep luisterde ik ook, hè, toen ik jong was. Ja, maar Map Diep was ook, ja. Daarom dacht ik... Ja, die heb je met mij erin geprent, hè? Ja, ik heb heel veel ingeprent. Dat is 2-1 voor Stef. Tegen welk geluid kan ik echt niet? Dus er is één bepaald geluid waar ik echt niet tegen kan. Ik ben benieuwd, wat ga je allebei maar op? Smakken. Smakken? Eetgeluiden, ja. Ja, hetzelfde. Hetzelfde. Ja. Oh, ik kan echt niet tegen eetgeluiden, oh. Ja, ik had knarsen ook nog goed gekeurd. Dat was ook nog een... ding, maar eetgeluiden, ja, dat is, oh. En terwijl ik zelf echt als een vark eet. Maar dat is zo raar dat dan. Zelf hoor je het niet, maar een andere doet, die hoeft maar één shipje wat te eten, is klaar. Wat is mijn favoriete film, alle tijden? Maar daar kan er eentje zijn, man. Draai maar om. Weet je of ik het goed geschreven heb? Ah, ik ben, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik deed het Stef gelijk op. Ik wil niet zeggen dat ik teleurgesteld ben. In mij weer, maar, hè? Nee, in jullie beiden. Oh, allebei fout. Ja. Oh. Dit is wel mijn favoriete Disney-film. Dat wel. Maar ik kan niet. Jij hebt Hayachi. Hayachi is ook wel. Die film heeft gewoon mijn ziel gepakt. Ja, daarom dacht ik van: dat is echt die film die jou. Weet wat? Ik voelde me. Ja, maar die heeft gewoon in mijn feelings gepakt. Dit is hem niet. Oké. American Gangster, toch? Oprecht? Dat wist je echt niet. Nee, wist ik echt niet, man. Oh, maar ik heb die film echt vaak gekeken. Ja, maar die film is ook kapot hard. Oh, maar maakt niet uit. Ik heb ook wel 6 keer gekeken. Nou, blijft het 3-2. Blijft het 3-2. Oké, als jullie deze niet weten... Ja, dan moet ik stoppen. Dan moet ik stoppen. Mijn favoriete boek. Oké, draai maar op. Pak die poppen.
Harry Potter, ja man. Ja, en het is gewoon eigenlijk heel de hele serie. Ja, dus maakt niet uit welke boek, maar dat klopt man, Harry Potter. Ik heb echt respect voor je dat je die dikke boeken hebt gelezen. Allemaal hè? Allemaal man. Ik kon dat niet meer. Maar Team Gif van door man, bro. Ik ben echt zwaar Harry Potter fan man. Ook met de films hebben we ook nog vaak gekeken. Ja man. Jij kent ondertussen ook mijn toverstaf. Ja, ik heb nog een... Wat is mijn verborgen talent? Ik heb eigenlijk twee, maar als je het een van de twee goed hebt... Ik denk dat ik eentje heb. Het is echt een verborgen talent. Oké, draai me allebei om. Ik denk... oren bewegen. En jij hebt zingen. Zing je normaal ik erbij of? Nee! Ja, op zich, ja, ik zing wel steeds vaker. En als ik mezelf laat horen, jongens, dan is het vanaf mijn gekke kant of zo. Maar ik heb wel wat tunes liggen waarvan je denkt, oké. Zeker. Iemand haalt wel wat nootjes en dit en dat. Hier en daar een correctietje. Maar hey, dat hebben alle artiesten in zien. Dus ik ga geen namen noemen. Maar sommigen zijn er verdomd rijk van geworden. Nee, maar op zich, ja, maar het was wel oren bewegen. Ja, dat weet ik nog wel. Ja, jongens. Dus hier heb ik heel lang op getraind. En dat kan ik. Maar eigenlijk de echte verborgen kracht. Ja, hij is wel goed. Maar mijn echte verborgen kracht is toch wel dit. Nou, dat pinkte vingertje. Ja, ja man. Kijk jongens, ja, ik weet niet of jullie het zien. Maar dit is een verborgen talent. Ja, dat doe je niet zomaar hoor. Wat is mijn favoriete groente? Wat schrijf jij nou? Wat heb ik heel geschreven? Die gozer is niet goed. Die heeft een tia. Ja, ik weet het niet man, bro. Nou, schrijf maar op allebei. Kom maar, schrijf spinazie. Kom maar, schrijf ik nog fout ook. Nee. Broccoli. Broccoli. Ja, broccoli. Spinazie. Jij bent niet goed. Nee, ik dacht misschien Popeye. Dat lust niet, hè? Nee, je bent Popeye. Zo. Nee, dat was ik al. Ik ben Popeye. Oké, daar denk ik nog wel mee. I know. Nee, het is... wat heb jij? Broccoli. Ja, broccoli. Broccoli. Oprecht, heb je nog nooit groenten zien eten. Dat is niet waar. Terilei. Hij is een hond, hè? Nee. Oh, wat een smeerlap. Oh. Dat is een grapje. Was een grapje. Ja, dat is 5-4 voor Stef. Ja, potverdorie. Wie is mijn favoriete rapgroep? Trek me allebei om. Jullie weten het gewoon beide. Ik ben met de Woe. Woe. Wu-Tang. De Wu-Tang, man. Groot fan. Ja. Oh. Ja, nou, het goede nieuws is, jullie hebben allebei goed. Slecht nieuws is dat eentje, ja, ik heb verloren. Als broer. Faalt. Oh. Maar dat betekent dat je wel een heel goed wijfje hebt. Ja, toch? Oh, ja, het is uiteindelijk... 6-5. Maar en ik hadden gelijk spel volgens mij vorige keer. Ja. Jongens, het is 6-5 voor Stef. En eigenlijk ben je gewoon kapot gelopen op de vraag die je had moeten weten, man. Ja, mag. Ja, nou, dit was de challenge, man. Beide bedankt. Graag gedaan. Ja, je weet toch wel. Geen probleem, joh. Sorry. Nee, man. Sorry. Nou. Dat is een man, joh. Met gekke gezicht. Lekker, man. Ik hou van jullie beiden. Sowieso, wederzijds. En, ja, wel teleurgesteld, snap het. Nee, niet teleurgesteld is misschien een groot woord, maar... Ja, dat is wel klopt. Hé, hey, man. Sorry. Ja. Oké, nee, luister, even serieus. Ja. Ik had een vraag voor je. Ik heb je nog helemaal niet gesteld. Mm-hmm. Oké, of je krijgt een volle vuist van Mike Tyson. Ja. Of je moet een random peuter gewoon schieten in de kak. Ja, dan geef me die vuist van die Tyson maar dan. Ja? Ja. Dat is wel een volle vuist, hè? Ja, maakt niet uit. Ik kan je verder niet helpen, echt. Ja. Dat geeft niet. Dus je zou dat liever kiezen dan, zeg maar, een... Een peuterslap. Ja. Ja, tuurlijk. Nou, kom op. Je mag hem gelijk afsluiten. Nou, bedankt voor het kijken. En slaap lekker. Groetjes van Sedement. Sedement, jongens. Kan voor jullie later. Skudaa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 a